Dames en heren, graag een groot magistraal applaus voor jullie gastheren van vanavond, Hans Kazan. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, de Boksels Ondernemers Trofee, het is een heel gebeuren. En het thema dit jaar was Back on Track. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die rare periode van de COVID-19. Ja, de ene had er vreselijk veel last van. Voor de ander was het uitdagend. Alle ondernemers hebben stappen gezet. De een ging wat beter dan de ander. Maar het was een bijzondere periode. En het feit dat we nu allemaal hier zitten, betekent gewoon, we zijn back on track. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten bij de finale van de Bokselse Ondernemerstrofee. In januari, 9 maanden geleden, zijn wij met JCU Dommeland weer van start gegaan met de organisatie van dit fantastische evenement. Met 15 leden hebben we heel onze ziel en zaligheid erin gelegd. En hier staan we dan. En als voorzitter ben ik echt enorm trots op wat we hier vanavond gaan neerzetten. BOT 2023 is back on track. Ja, helemaal waar. In 2018 was de laatste editie van de Bokselse Ondernemers Trofee bij Classic Park. Toen hadden we 3 winnaars en 2 jaar later wilden we het weer gaan organiseren. Maar toen kwam COVID. En nou uiteindelijk 5 jaar later zijn we ook met JCU Dommeland volledig back on track. En hebben we dit jaar weer de mogelijkheid gehad om het te kunnen organiseren. Ja, dat is echt wel te gek. Er zijn 2 categorieën. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben dit jaar verdeeld onder 2 categorieën. De eerste categorie is business to consumer en de tweede categorie is business to business. Ja, en wat houdt dat precies in voor de kijkers? De business-to-business bedrijven leveren dus echt aan bedrijven. En de business-to-consumer leveren dus ook echt aan consumenten. Dus dat is echt zeg maar het verschil ertussenin. Ja, ja en de genomineerden hè, die zijn natuurlijk al eventjes bekend. Maar kan je daar nog iets over vertellen? Ja, we hebben in de B2B-categorie hebben we Van der Heijden. We hebben Guts. En we hebben Hekspoor. En de B2C-categorie hebben we Den Buff, Waterbuffelsboerderij, Van Dorenmalen Elektrotechniek en Nick en Mick. Ja. En hoeveel winnaars komen er dan? Komen er ook 2 winnaars of hoe zit dat? Ja, elke categorie die krijgt dus 1 winnaar. En dat wordt bekendgemaakt vanavond door een vakbekwame jury. Dankjewel. Dan gaan we kijken of het past. En hier zie je het feilloze bewijs, want kijk eens, het past precies. Dat is het bewijs. Jouw eigen ruiter vrouw. Oh. Vrienden, we gaan een pauze inlassen nu. Dat betekent dat jullie weer naar die ruimte daar ginds gaan. Lekker even een slokje nemen, nog even met elkaar praten. En als ze nou zorgen met een half uurtje weer hier in de zaal te zitten, dan houden we de vaart erin. Hoe belangrijk is dit event voor Boksel? Nou, zoals ik zojuist ook in het voorwoordje aangaf, ik vind het vooral een heel belangrijk moment, omdat we hiermee wel de Bokselse lokale economie op de kaart zetten. En die zetten we in de schijnwerpers. En natuurlijk in het bijzonder ook de 6 finalisten van vanavond. Daar is een extra ruimte voor. Ja, want het is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Hè? Want we hebben natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug. Iedereen, maar vooral ook de ondernemers. Ja, klopt inderdaad. En dan is het ook de kunst om daar op een zo positief mogelijke manier mee om te gaan. En nou, dat is ook wel gebleken. Mensen hebben vooral gekeken naar wat er wel kan. En zijn ook gaan kijken hoe kunnen we op een creatieve manier onze zaken misschien anders voor elkaar krijgen. En dat is een groot compliment. Ja, ik ben een van de genomineerden. Dus. Nee, dat meen je niet. Ik zag jouw naam al wel staan. Ja, inderdaad. Dus, nou, spannend hè? Ja, dat is wel een beetje spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja. Mooie avond. Ja, zeker. Hele mooie avond. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Ik ben Suzanne Bolk van de firma Hekspoor. Oh, leuk! Maar wacht even, dan ben je genomineerd. Ja, wij zijn een finalist, dus daar zijn we heel trots op. Oh, goed. Hartstikke leuk. Nou ja, ik ben heel aan het zoeken naar vrouwelijke ondernemers, want ik heb al veel mannen gezien. Maar ik denk, ik wil ook een vrouw en er staat er hier een, en wat voor een, die is ook nog finalist. Ja, zeker. Ja, heel trots op. Ja, heel leuk. En is spannend natuurlijk.
Ja, vooral omdat je er al een tijdje mee bezig bent. Hè. De jury is al geweest en vanavond weer hier. Dus dat is alles bij elkaar heel leuk. Ja, ja, want jullie zitten bij de Business to Business. Ja, wij zitten bij Business to Business. Ja, ja, wij versturen pakketjes voor webshops. Dus ja, dat is Business to Business. Nou, ik vind het hartstikke mooi, hartstikke trots. Ja. Keep up the good work en heel veel succes vanavond. Dankjewel. Wij hebben alle criteria beoordeeld en afgewogen. En voor ons zijn de winnaars van de Boxers Ondernemers Trofee voor de categorie Business to Consumer, Den Buff. Ja. En voor de... Ja, die mag je terecht een heel hard applaus geven hoor. Den Buff. En, nou komt-ie. En voor de categorie Business to Business, Van der Heijden, Milieu- en Installatietechniek. Nou, je mag ze allemaal nog een keihard applaus geven, want dit zijn terechte winnaars. Natuurlijk, ja, die zijn blij en feliciteren elkaar en terecht. Want het is een heel mooi moment. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wauw, echt. Een eerste reactie. Ja, dit is gewoon fantastisch. Ik zeg al gewoon, we doen het met het team zoals we hier zijn. En we zijn trots op alle de producten die we iedere dag maken. En dan met 6 fantastische andere finalisten hier staan. In Silvan stond ik in 2008 toevallig ook in de finale. Ik had stiekem gehoopt te wonen dat we vandaag het stuivertje konden wisselen. Dat is gedukt. Ja, met zo'n kanjers en daar dingen. Echt gewoon helemaal fantastisch. En met het team waar hier zit. Ja, die zitten nou lekker een bier, denk ik. Maar helemaal fantastisch. Een eerste reactie. Gefeliciteerd in ieder geval. Ja, super. Echt super gaaf dat wij gewonnen hebben. Ja. Maar je kunt het eigenlijk zelf niet geloven, tenminste ik niet. Ja, ik ben echt super blij. Ja, je straalt ook helemaal. Ja, ja. Ik ben denk ik de gelukkigste mens van Bokstel. Ja, ja, ik net zo. Dit is apart, dit is emotioneel zelfs. Dit doet wat met je. Ja, absoluut. Ja. Keihard gewerkt en nog steeds. En dan super leuk dat... Ja, dat ze dan toch uiteindelijk voor ons kiezen, hè? Voor ons ondernemerschap, wie we zijn en wat we doen. Ja, dat dan zo gewaardeerd wordt door al die Bokstelse mensen, ja, dat is echt wel super tof. Ja. Niks aan toe te voegen. Hoe vond u het? Nou, het was één groot feest hier, hoor. Ja, dat is echt ongelooflijk. Wat een bijzondere plaats, dat Boksel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Heb ik echt ontdekt op deze avond. Allemaal aardige mensen. Iedereen met elkaar, voor elkaar. Ondernemend, vol passie. Echt gaaf om te zien. Ja, die Stichting Vincentius is natuurlijk ook een hele goede zaak. Omdat de armoede in Nederland, het is eigenlijk krankzinnig. Maar het wordt steeds meer en steeds erger. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En dat mag natuurlijk niet zo zijn. Dat er dan een stichting is als Vincentius, die mensen in ieder geval een handje helpt, dat vind ik een hele goede zaak. Ja, want wat vond u van de finalisten? Ja, nou, ik vond alle finalisten die ik gezien heb, die ik gesproken heb op het podium. Ik heb de video gezien en toen dacht ik echt, ja, dit zijn mensen met passie, met enthousiasme. Dat is echt geweldig om te zien. Voor mij hadden ze allemaal mogen winnen, maar ja, zoals het altijd is bij een wedstrijd. Iemand heeft net een puntje meer dan de ander.